Veel politie en brandweer maandagmiddag op plein 44 na een melding vanuit een koffiezaak. Nou, de brandweer is hier vanmiddag uit voorzorg naartoe geroepen omdat er een plafond verzakte in het koffiezaakje hier aan plein 44 in Nijmegen. Zij zijn daar op onderzoek uitgegaan en constateerden inderdaad dat het plafond lager hing dan hoorde. En hebben tot nu toe ontdekt dat dat met name een airconditioning unit is die in het verlaagde plafond zit. En die hebben zij gestut. En op dit moment zijn zij verder aan het onderzoeken of er nog constructieschade is in het plafond van deze koffiezaak. Verder heeft de brandweer nog onderzoek gedaan naar de woningen erboven en daar is geen schade geconstateerd. Dus het beperkt zich tot het plafond in deze winkel. Het is nog onduidelijk hoe lang de winkel dicht zal zijn. In ieder geval moet de brandweer met zekerheid constateren dat de situatie veilig is. En zij moeten daarvoor ook wat schade toerichten aan het plafond. Er moeten kijkgaatjes gezaagd worden. Dus het is aan de eigenaar van het gebouw daarna om vast te stellen hoe lang de zaak dicht moet blijven.